ga je anders praten als je veel tv kijkt? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, ga je anders praten als je tv kijkt? Nou, ik krijg net een bericht binnen met een klacht. Een klacht van iemand die zegt: door de omroep en voor de omroep wordt er steeds slechter Nederlands gesproken. Het is tijd dat er een eind komt aan al die beuzelpraatjes die er vanuit Hilversum over ons worden uitgestrooid. Deze klacht komt uit de jaren 30. Hij komt van Piet Meertens, de oprichter van het Meertens Instituut, die zich ook al in die tijd enorm ergerde aan de taal van de radio. En dat is een soort constante in de geschiedenis van de media, van taal en media, is dat er werd geklaagd over hoe er taal wordt gebruikt in die media. Ik ben er wel eens ingedoken, zo'n beetje de geschiedenis van verschillende soorten media. Neem de telefoon. Dit is een telefoon, het lijkt mij een telefoon uit de jaren 70. De geschiedenis van de telefoon in Nederland begint zo'n beetje ergens in de tweede helft van de 19e eeuw. En gaat meteen gepaard met allerlei klachten. Meteen. Dus wat gebeurt er? Mensen krijgen thuis een telefoon. En huisvrouwen die naar de slager bellen, die beperken zich niet tot alleen maar een zakelijke mededeling. Maar die gaan met die slager praten over dat het mooi weer is. Hoe het gaat met hun been. Hoe het gaat met de vrouw van de slager, enzovoort. Allemaal onzin wordt er verteld via die telefoon. Precies het soort klacht dat je nu hoort over taalgebruik op de nieuwe media. He? Dus het zijn allemaal onzinnige dingen die worden gezegd. Die klacht is al zo oud als de telefoon. De telefoon is in de loop van de tijd enorm veranderd. De plaats van de telefoon, daar kun je dat al aan zien, die is enorm veranderd. He? Nog 60 jaar geleden, waar was de telefoon bij mensen thuis? Die telefoon hing in de gang. Hing in de gang, in de ijskoude gang. In de ijskoude gang had je telefoon, moest de hoorn van de haak nemen, je moest staan en je moest in die koude gang staan. Dus je hield de gesprekken wel kort en zakelijk. Als je zo'n telefoon hebt, die je al in de huiskamer kunt zetten, dan beginnen mensen al meer gewoon te praten. Gewoon dagelijkse taal te gebruiken via die telefoon. En volgens mij is dat de echte geschiedenis van taal en media. Is eigenlijk niet eens zozeer één dat wij anders zijn gaan praten, andere taal zijn gaan gebruiken vanwege de media, maar dat die media zich hebben aangepast aan hoe wij nu eenmaal graag praten. Duizenden jaren, tienduizenden jaren praten mensen al met elkaar, gebruiken mensen al taal. En waarschijnlijk is roddelen en onbenullige dingen zeggen altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van taal. Juist zakelijk taalgebruik, echt strikt zakelijk taalgebruik. En mensen zijn nu nostalgisch, want we schrijven geen mooie brieven meer. We schrijven elkaar geen handgeschreven mooie brieven meer. Maar hoe verschrikkelijk onnatuurlijk is dat? Het schrijven van een, ik wil jou iets zeggen. Ik moet een pen zoeken, ik moet papier zoeken, ik moet het opschrijven, ik moet een postzegel zoeken, ik moet die postzegel op de envelop plakken, ik moet de brief in de post, enzovoort. Ik moet naar een brievenbus lopen. Het is veel, wat we duizenden, tienduizenden jaren hebben gedaan, wij mensen, is met elkaar korte berichtjes uitwisselen, korte zinnetjes uitwisselen, kort met elkaar praten. Dat is wat we willen, dat is wat we gewend zijn, dat is waar we taal voor hebben. En dus passen die media zich daar gaandeweg bij aan. Dus hebben we nu mobiele telefoons waarmee je overal en altijd met mensen korte berichtjes kunt uitwisselen, want dat is, komt het dichtst bij zoals wij willen praten. Geschiedenis van de radio. Een soortgelijk verhaal. De eerste radio-uitzendingen in Nederland,
werd meteen over geklaagd. Dat is echt waar. De eerste radio-uitzendingen werden meteen geklaagd over wat voor onbenullige dingen er werden uitgezonden via die radio. Maar denken mensen dan, vroeger werd er toch veel netter gesproken op de radio? Zijn wij niet veel slordiger gaan spreken vanwege die radio? Nee, waarschijnlijk is dat andersom. Het is waarschijnlijk andersom geweest. Vroeger spraken de mensen waarschijnlijk in het dagelijks leven ongeveer zoals wij nu. Natuurlijk zijn er dingen veranderd, maar zo heel snel zijn die veranderingen niet gegaan. Niet zo snel als blijkt uit de spiegel die de radio ons lijkt voor te houden. Neem de uitspraak van de tussen-N. Of de slot-N, moet ik zeggen. Lopen zeggen in plaats van lopen. Als je luistert naar oude radio-uitzendingen, dan hoor je ze iedere slot-N nog uitspreken. Miljoenen bijen hebben deze dagen in hun rieten of houten huizen een reisje naar de markt in Veenendaal gemaakt, die naar men aanneemt haar ontstaan te danken heeft aan het feit dat in vroeger tijden de imkers elk jaar met hun zwermen naar de bloeiende Betuwe trokken. Dat in vroeger tijden naar de Betuwe trokken. Zo praten mensen vroeger ook niet. Zo sprak deze meneer ook niet, zodra hij die stropdas had afgedaan. Zodra hij zijn stropdas had afgedaan en thuis was, sprak hij ook niet meer iedere slot en uit. Dat wordt al honderden jaren niet meer gedaan waarschijnlijk. We vinden al klachten over dat mensen slepen zeggen en lopen in de 17e eeuw. En dat heeft zich in de loop van de tijd dus steeds verder voortgezet. Maar ook, ook voor die radio geldt, vroeger was een heel onnatuurlijke situatie. Zo'n omroeper die stond ook weer te spreken achter een microfoon en moest heel precies articuleren, omdat alle gekraak en geruis van zo'n microfoon overstemd moest worden. Wat er dus gaandeweg gebeurt, is dat het gewone taalgebruik steeds meer in die media te horen is. Niet dat de media het gewone taalgebruik hebben aangepast. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld de Kinderen voor Kinderen R? Hoe zit het daarmee? Het heet Kinderen voor Kinderen R. Komt dat dan niet van Kinderen voor Kinderen? Ja, dat zou je dus kunnen onderzoeken. Hè? Je zou kunnen onderzoeken, is er een correlatie tussen hoe vaak iemand naar Kinderen voor Kinderen heeft gekeken in zijn jeugd en hoeveel die zijn R tot een R maakt? Zou je kunnen onderzoeken. Het is voor het Nederlands helaas nog niet onderzocht, maar iets soortgelijks is wel onderzocht een keer in Engeland. De Kinderen voor Kinderen R van Engeland is fink zeggen met een F, fink zeggen met een F, in plaats van the, fink. Dat is iets dat ze in Londen al heel erg lang doen. En dat gaandeweg zich over het hele Verenigd Koninkrijk aan het verbreiden is. En bijvoorbeeld nu ook gebeurt in Glasgow. Mensen denken daar dat dat komt door de televisie, want een heleboel televisie komt uit Londen. Bijvoorbeeld de populaire soap EastEnders. EastEnders speelt zich af in East End, dat is een wijk, een volkswijk in Londen. En daar zeggen ze fink. In Glasgow beginnen gaandeweg mensen die naar EastEnders kijken ook steeds meer fink te zeggen. Oké, dus nu kunnen we dat onderzoeken. Is er nu een relatie tussen hoe vaak je naar EastEnders kijkt en de waarschijnlijkheid dat je fink zegt? Uit dat onderzoek, heel nieuw onderzoek, blijkt dat het eigenlijk nog steeds daar ingewikkelder ligt. Het is wel zo dat EastEnder-kijkers vaker fink zeggen dan niet-EastEnder-kijkers. Maar er is niemand die fink zegt en die niet op zijn minst één andere persoon kent die ook fink zegt. Je begint alleen maar op een bepaalde manier te praten als je iemand anders kent die dat ook doet. Je neemt alleen maar dingen over van mensen in één op één contact. En kijken naar EastEnders kan wel helpen, namelijk het kan je helpen dat als je wordt geconfronteerd met iemand die het doet, is het waarschijnlijker dat je het overneemt van die persoon.
Dus het maakt het makkelijker om het over te nemen van iemand. Maar mensen die je opsluit in een dorp, die nooit iemand anders zien uit dat dorp, die zullen nooit een kinderen voor kinderen er gaan gebruiken. Want direct contact is belangrijk. Dialectologen die zeiden vroeger wel, voor de grap, dat de belangrijkste technologie die de dialecten liet verdwijnen, niet was de radio, niet de televisie, niet de sprekende film, maar de brommer. De brommer die het mogelijk maakte om van het ene dorp naar het andere te trekken. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek dat bijvoorbeeld de telefoon waarschijnlijk wel een relatie heeft, wel de taal beïnvloedt en de radio niet. Je hebt iemand nodig om terug te praten. Wij hebben honderden jaren Latijn van de kansel over ons heen uitgestort gekregen en het heeft ons geen Latijn laten spreken. Als je niks terug kan zeggen, als je niet kunt uitproberen of jij het op de juiste manier doet, dan neem je het kennelijk niet over op diezelfde manier. Maar dat betekent dat de nieuwe media, de sociale media, misschien wel van invloed gaan zijn op taal. Want die combineren een eigenschap van de telefoon met een eigenschap van de vroegere massamedia. Het zijn massamedia, je kunt er veel mensen mee bereiken. En tegelijkertijd kunnen mensen ook iets terugzeggen. Mensen kunnen op Twitter, op Facebook, op die sociale media iets terugzeggen. Maar mensen kunnen ook heel makkelijk zelf filmpjes maken. Dat heeft veel meer effect dan radio en tv ooit hadden. Ja, ik weet wat u denkt. Als u wat ouder bent, denkt u. Maar radio en tv-makers, die hebben toch vroeger wel heel veel invloed gehad. Van Cote en de Bie. Hebben Van Cote en de Bie de taal niet enorm beïnvloed? Ja, ik zag het u denken, mevrouw. Van Cote en de Bie, kijk, daar zijn ze, Van Cote en de Bie. Dat waren toch enorme taalvernieuwers? Want die hebben allerlei woorden toegevoegd aan het Nederlands. Er is een boekje over gemaakt, in de tijd van Van Cote en de Bie. Daar staan inderdaad honderden woorden in. En inderdaad, er zijn woorden. Regelneef hebben we te danken. Doemdenken hebben we te danken aan Van Cote en de Bie. Maar we hebben aan hen hebben we ook te danken het woord wibokrie. Wibokrie. Witte woordencriminaliteit. Of schrijpend. Een samenstelling van schrijnend en nijpend. Hebben we niet meer van gehoord. Er zijn 3-4 woorden nog over van die enorme toevloed. Er zijn 3-4 woorden van over. Toen een nieuwe druk van Van Dalen verscheen na 10 jaar de vorige druk, waren daar 18.000 woorden aan toegevoegd. 18.000 woorden. Dat betekent 5 woorden per dag. Van Cote en de Bie hebben er dus 3 daarvan voor hun rekening genomen. En dat zijn de mensen aan wie je denkt als grote taalvernieuwers. Die woorden, dat zijn kleine bubbeltjes op die enorme oceaan die de taal eigenlijk is. De invloed is maar heel klein. En die sociale media, die zouden misschien wel eens meer invloed kunnen hebben. Wat de tv vroeger was, wat Van Cote en de Bie vroeger waren, is nu voor de jeugd van nu YouTube. Dat is waar mensen zelf ook dingen aan kunnen bijdragen. Zelf filmpjes kunnen opzetten. Jij komt hier. Jij komt hier. En jij hebt komen hier. Jij komt hier zo tegen mij praten. Wauw. Jij komt hier zo praten met mij. Jij weet niet wie ik ben. Iedereen die vorig jaar 15 was, kent dit filmpje uit zijn hoofd. Iedereen. En dit is een jongen, ik geloof uit Sittard, in ieder geval uit Limburg. Die heeft dat opgenomen, je ziet het, met zijn mobiele telefoon opgenomen. En heeft daarmee een heel klein beetje de taal veranderd. Waarom? Omdat mensen zelf filmpjes erop konden zetten waarop ze dit soort dingen ook gingen nadoen.
Die nieuwe media zijn dus echt geven echt een soort nieuwe dimensie aan de taalverandering. We weten er nog heel weinig van, omdat die nieuwe media nog te jong zijn en zelf de hele tijd veranderen. Het is te weinig stabiel om het nog echt goed te kunnen onderzoeken. Maar ik vermoed dat ze interessante nieuwe gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop de taal zich ontwikkelt. We kunnen dus de taal een heel klein beetje een bepaalde richting opduwen. Een heel klein beetje. Maar we doen het eigenlijk iedere dag, want we passen ons allemaal aan elkaar aan. Maar kunnen we nou ook verder gaan dan het hele kleine beetje? Zouden we ook een taal helemaal kunnen maken? Daarover gaat het volgende college.